bij Topspeed. Een programma waarin het vooral draait om snelheid. In de autosport, in de motorsport, maar ook op het water en in de lucht. In deze eerste aflevering, waarin het vooral draait om autosport, ben ik te gast bij topcoureur Mike Heesemans in Eindhoven. Waar Mike een geweldig indoor kartcentrum heeft. Hey Mike. Hoi jongen. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Hey, om met de deur in huis te vallen, autoracen, karten, daar is het natuurlijk bij jou mee begonnen. Ja, ik was 12 jaar, ik kreeg eerst de wereldkampioenschap in Italië. Dus ik was al een keer op mijn vader op mijn 9 jaar geprobeerd, maar dat was geen succes. Toen waren er nog geen kleine karts. Tegenwoordig reis hier al mijn 4 jaar, maar Kan je zeggen dat een beetje alle grote autocoureurs dat die met de kart begonnen zijn? Ja, als je tegenwoordig ziet, alles wat in de Formule 1 rijdt is met kart begonnen. Mm-hmm. Dus dat is gewoon de opstap naar de Formule 1 of elke autosport dan ook. En jaren later, oude liefde roest niet, jij begint de kartcentrum. Ja, voordat je het weet heb je eens iemand in de karting. Ja. Nee, we zijn in 95 begonnen en we zijn nu 10 jaar open. Hey, trouwens, wat is dit? Dit is oud motorblok eigenlijk. Mm-hmm. Of oud, het is een testblok geweest ooit van 1997. Heb ik samen gereden met Jan Lammers. Ja. Dat kent iedereen denk ik wel in Nederland. Le Mans gereden, wereldkampioenschappen via GT, samen met hem. En dit is een winnend motorblok? In 97 moet je aan Jan vragen. Hebben we niet zoveel gewonnen. 96 ging wel goed. Ben je trouwens wel eens bang? Nee, ik ben... Nooit? Nee. Dus jij bent ook niet bang om tegen mij te karten, dat je weer donder krijgt van me? Ja, dat wel. Maar dan gaan we eerst kijken. Helemaal aankleden. Oké. Ben je al zenuwachtig? Heb je wel niet zo'n grote mond? Wat is voor het laatst dat jij op je donder hebt gekregen? Echt op je donder, hè? Nou, ik kan me niet meer herinneren. Je hebt het ook sportief gezien? Ja. Nou, dat is nog niet zo lang geleden. Nou ja, kom maar. Oké, goed afgehouden. Ah, daar ben ik weer. Hallo. Oh, dat is hier. Ah, ik kan het nog best redelijk. Oké dan. Ah, nu heeft hij me te pakken. En ik ruim hem eruit. Ik gooi echt de deur dicht nu. Hij heeft me echt te pakken, maar hier pak ik hem weer terug. Kijk. Probeer die even af te houden, maar dat gaat toch niet uit, want dat gaat voor een hop. Daar, punt. Ja, het gaat echt nek aan nek nu. Jezus. Met zijn Rotterdamse blok. Ja, dank je. Ja, je won hem maar net, hè, van me. Ja, het was volgens maar mij aan. Volgens mij had je het met mij moeilijker dan met Schumacher. Deze dag wel, ja. Ja, maar het ging best goed. Je hebt ook maar heel eventjes gereden. Dus,
Nou, je woont vlak in de buurt, je moet gewoon vaak komen. Op 7 augustus vindt in Rotterdam een enorm autosportspectakel plaats. Monaco aan de Maas. Er komen Dakar-auto's, Le Mans-auto's en natuurlijk de Formule 1. En jij bent erbij, hè Mike? Ja, ik ben er zeker bij. Ik rij in het team van David Hart voor de stichting Kid Rides. En daar kunnen mensen zeg maar stoelen kopen. En die kunnen dan een rondje met mij meerijden. Ik rij een Chevrolet Corvette. En daar rijd ik nu de wereldkampioenschap in. Dus het ding heeft 600 pk. En ja, dat gaat hard door Rotterdam. Dit is een hele bijzondere foto, hè Mike? Ja, dat is wel leuk. Dus we was op de wereldkampioenschappen. We waren nog allemaal junioren. Ja. Dus ja, hier rij ik. Het is een Engelsman, die rijdt voorop. Ik de tweede. Andere Martijn Koenen, andere Nederlander, derde. En hierachter rijdt meneer Schumacher. Allem wel bekend. Die is best goed geworden. Mij iets minder. Maar kijk, toen reden we allemaal Dus samen. Jij wil zeggen dat je Michael Schumacher geklopt hebt? Nou, meerdere malen hoor, dat kan je aan me vragen. Hey, sta ik aan zijn kanjer of niet? Nee, ja, maar dat is altijd, kijk, met karten, autoracen is natuurlijk altijd anders, maar met karten, dan was je elk weekend, als je het ene weekend gewonnen had, volgende weekend begon je weer opnieuw. Maar allemaal daar begonnen? Allemaal daar begonnen, ja, dat zie je hier, hè. Ik ben ook 35 en Schumacher ook, dus we zijn allemaal ongeveer van dezelfde leeftijd. Hoe oud moet een topcoureur zijn om te zeggen, ik stop ermee? Ja, dat ligt eraan. Jan Lammers zegt altijd, die auto weet niet hoe oud je bent. Nee. Dus kijk, je hebt gewoon, als je maar blijft rijden, kan je wel Formule 1, denk ik, maximaal 40. Maar hoe lang denk jij dat Schumacher nog doorgaat? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij, dat ligt eraan. Kijk, op een gegeven moment, als je alles gewonnen hebt, wat er te winnen valt, wat is dan nog de uitdaging? Ik denk dat hij Killeman gaat rijden, omdat hij dat wil winnen. Ja. En Indy weet ik niet, maar ik denk als hij alles gewonnen heeft, ja, dat hij dan stopt. Ja, precies. Je hebt 600 miljoen op de bank en een paar kinderen en een vrouw. Die willen ook misschien een beetje aandacht naar de hand. Hey, jij zei het eigenlijk net al. Op 7 augustus kunnen mensen tijdens Monaco aan de Maas een rondje in een echte raceauto winnen op het circuit in Hartje Rotterdam. En hoe dat kan, dat vertelt Marcelina Muller namens de stichting Kids Rides. Als je al heel lang de droom koestert om een keer mee te rijden in een echte racewagen, dan kan dat op 7 augustus in Rotterdam tijdens Monaco aan de Maas. Alle informatie hierover kun je vinden op de website www.driveforkids.nl. Wanneer je de naam Kids sms't naar nummer 5030, maak jij kans om mee te rijden in die racewagen van jouw dromen. De opbrengst van deze sms-actie gaat in zijn geheel naar de stichting Kids Rides. Dear friends, I greet you from South Africa. It gives me such considerable pleasure to speak on behalf of Kid Right, this new fund which seeks to give a voice to the utterly voiceless. Children who are abused as child prostitutes, who live rough on the streets when they should have decent homes, a safe environment. I call on all of you to support this new initiative which seeks to give a voice to these children so that they are able to tell their story. And I hope that, as in our case, as you listen to these stories, you will be moved to want to do something about it. You will be galvanized to try to make the world a safer place for children. God bless you. Dus sms het woord KIDS naar nummer 5030. En wie weet komt binnenkort jouw droom uit. Maar zeker de droom van duizenden kinderen. Want die hebben maar één droom. Een gezond leven. Jullie ontvangen groepen mensen. Hier zijn er nou voornamelijk particulieren of bedrijven? Ja, het is een beetje 50-50, maar ja, ik specialiseer vooral in bedrijven. Hoe ziet nou zo'n avondje karten eruit? Ja, zeg maar voor kleine groepen, zo rond de 10 man, dan zijn meestal standaard arrangementen. Ja. En voor grote bedrijven, meer dan 200-300 man, dan die huren de hele baan af. Maar dat zal ik wel even laten zien. De meeste particulieren zeg maar, die komen gewoon binnen, die kunnen gewoon 10 minuten rijden, hier schrijven ze zich in. En dan kun je gewoon doorlopen, helm uitzoeken, pak aandoen en racen.
hier is de kleedruimte. Ja? Ja, dus hier kan je een pak en een helm kan je uitkiezen. En dan even een nummer vragen bij de baancomputer, instappen en rijden. En rijden en dan? Ja, en dan zeg maar als je bijvoorbeeld een arrangement hebt, rij verschillende groepen tegen elkaar. En dan wie het beste is, de beste drie, prijsuitreiking, champagne, alles erop. Dat meen je niet? Ja, gaat allemaal goed. Trouwens, jij rijdt zelf in een Chevrolet Corvette. Ja. Waarvoor, dat is een Amerikaanse auto, waarvoor heb jij voor die auto gekozen? Ja, omdat het gewoon de beste auto is, dat is het makkelijkste. En kijk, we hadden gewoon de mogelijkheid om met die auto te rijden. En die heeft de afgelopen 3 keer Le Mans gewonnen. En ja, je rijdt tegen Ferrari, Aston Martins, allemaal fabrieken. Ja, en dat is gewoon de beste auto. Jij rijdt echt over heel de wereld, hè? Ja, Zhuhai, Bahrein, Istanbul, Spanje, Frankrijk. Ik ben alleen maar in het vliegtuig. En je woont in Miami? Ja. Waarom? Omdat ik een klein dochtertje heb en die is daar geboren. Maar dat heeft bijvoorbeeld niets ook met je sport te maken, dat de mogelijkheden om te trainen daar beter zijn? Nee, het is wel fijn, want het is altijd goed warm in Miami en in de Corvette wordt het gewoon 70 graden van binnen. Ja, 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 dat is waar. Ja, ja, dus dat is echt, dus wat dat betreft is fitness wel goed daar. Ik wil de baan zien. Goed. Ja, er is net de prijsuitreiking nu aan de gang. Dus dan kunnen we even kijken. Die mensen die weten het ook nog niet, denk ik. Dus die hebben altijd zeg maar, een begeleider bij zich. En die blijft het hele arrangement bij je. En dan gaat ze nu de prijsuitreiking. Die is op het laatste. Dit is op het podium. Beetje aan de kant, want het zal weer een natte bedoeling worden. Oh, champagne ook? Ja, champagne, alles erbij. Volkslied, alles. Ja, dus dat wordt goed. Met Italiaanse auto's? Nee, niet meer. Ik heb het even gehad met, ik heb vorig jaar dan voor Ferrari gereden. Veel getest op Fiorano. Dat was wel leuk om de Formule 1 auto's daar aan de gang te zien. Maar de auto, Ferrari had een auto gebouwd, die was zo slecht. Dus ik heb er even helemaal niks mee. Maar waarom vraag je dat eigenlijk? Nou, ik was een paar weken geleden waren wij met ons team op circuitpark Zandvoort voor Italia a Zandvoort. En wat we daar hebben gezien, dat was zo verschrikkelijk mooi. Dat zie je in het volgende filmpje. Ik ben vandaag op Zandvoort samen met Peter van Hoepen. Het is hier genieten van de Italiaanse auto's en hij weet daar veel meer over te vertellen. Italië aan zee is het eigenlijk. Allerlei Italiaanse enthousiastelingen die komen hier hun hart ophalen en er kan vrij op de baan geraced worden met kleine autootjes, hele bijzondere auto's zoals Ferraris, Lamborghinis. Wat iedere kleine jongen wil, doen de grote jongens nu eigenlijk, hè? Dus zoals je ziet kan je allerlei kleine dingetjes kopen, kleine brommetjes, modelautootjes. Kortom, een fantastische dag kan je hebben voor het hele gezin. Niet alleen voor de man en de zoon, maar ook mama zal het bijzonder interessant vinden. Jij rijdt zelf in een Porsche. Heb jij wat met Italiaanse auto's? Ja, ja. Ik moet wel zeggen, dat is toch een jongensdroom eigenlijk. En een Ferrari is mij ook niet helemaal vreemd. Ik vind het, ja, het is iets bijzonders. Bijzonder dan een Porsche. Zo'n ding gaat misschien wat minder bedrijf, zeker. Maar het heeft wat meer gevoel. En zoals je ziet hebben we hele nieuwe auto's. Ferraris, Lamborghinis, Alfa Romeo, alles wat Italiaans is. Van nieuw tot oud. David Hart, jij bent hier met een schitterende F40. Kon jij niet ontbreken op zo'n dag als vandaag? Nee, het is toch een beetje mijn oude liefde. Ik ben een oude auto-onderlijst, zoals je weet. En voornamelijk altijd in Ferraris gehandeld. En was dit toch wel een droom. Ik heb een jaar lang met Ferrari Porsche Challenge meegereden. Met een originele racer. Ja. En dit is een straatauto. Maar ja, dat zit er natuurlijk ook wel een beetje tegenaan. Maar het is geen gewone straatauto. Het is een Ferrari F40. Dat is heel bijzonder, hè? Ja, het is wel bijzonder. Het zit wel tegen een het zit wel heel erg tegen een race. Het is natuurlijk veel meer raceauto als. Omdat ik hem niet een beetje mag. Ik moet hem even omhoog houden. Als jij hem nou omhoog, dan doe ik wat jij moet doen. Als jij me zegt maar wat ik doen moet. Dit stangetje moet omhoog. Dit stangetje. Zo. Ja, rechtop. Stangetje moet rechtop. Dit is de motor. Ze heeft 2 turbo's, 2 intercoolers.
luchtfilters, gesloten uitlaatsysteem. Normaal gesproken heeft deze een open systeem voor op het circuit. Zijn de injectoren, oliefilter. De schokdempers zijn verstelbaar via hydrauliek en elektronisch. Dus hij gaat omhoog en omlaag elektronisch, als ik dat wil. Ontzettend veel koelers voor de bak en de motor zelf, hier en daar. Een van de topmerken is natuurlijk de Lamborghini. En Jeroen van Kranen kan mij veel meer vertellen over deze auto, want deze schijnt uniek te zijn, hè? Ja, dat klopt. We staan hier voor de Lamborghini, de Murcielago, de roodste, nog niet eerder in Nederland geweest. Die hebben we speciaal voor dit evenement naar Nederland toegehaald om dus aan het publiek te kunnen laten zien. Het is de eerste Murcielago die open is, dus heel veel pk's. Is die al te koop in Nederland? Deze is ook te koop in Nederland. Kost niet €350.000. Oh. Maar daarvoor heb je wel heel veel plezier. En kan je gigantisch mooi openrijden. En voor jou heb ik speciaal vandaag geregeld dat je met de Italiaanse testcoureur Valentino Balboni over het circuit mag met de Lamborghini, de Murcielago, de roodste. It's gonna be fun. I feel very fortunate that I start working for Lamborghini. And you do all the test drives, hè? Huh? Yeah, let's say a lot of them, yes. Geen dagje genieten was hier op Zandvoort, maar ik ga gewoon lekker op mijn eigen brommetje weer naar huis. Bye. Bye. Doei. Dat was hem, Mike. Zit erop. Dat was leuk. Bedankt voor de leuke dag. Wanneer is je volgende race? Over een paar weken. 24 uur van Spa. Zou je het leuk vinden als ze erbij zijn dan? Ja, kom maar langs. Kan je 24 uur filmen. Wel met camera aan boord dan, hè? Dat is goed. Afgesproken. Kijk volgende week weer. Top speed. Want we hebben weer heel veel snelle dingen voor je. Mike, dankjewel. Bye.